Goedemiddag, daar zijn we weer live vanaf het Bachtplein. We breken weer eventjes in, want er is juist een hele leuke donatie binnengekomen. En nee, dat zijn niet alleen deze twee heren, maar die hebben een hele leuke donatie meegenomen. Dus ik ga jullie eerst eventjes vragen. Stel je even voor, wie zijn jullie? Ik ben Sadat Mani, ik werk bij CST Logistiek. Ik ben Imran Rasool, 26 jaar. Ik ben tevens een collega van Saad en representant natuurlijk SC ICT Logistiek. Ja, en SCC ICT, dames en heren, dat is de IT-organisatie voor de hele Rijksoverheid. 7 ministeries inmiddels, of zijn het er inmiddels meer? 8. 8 ministeries. Ja. En welke afdeling zijn jullie van? Wij zijn van logistiek. Dus wat doen jullie bij logistiek? Sjouwen met blikken. Ook onder andere, ja, als wij dat zien op het intranet, dan doen we daar ons best voor, ja. Precies. Want hoe zijn jullie achter deze actie gekomen? Via onze senior, Martin Emmerik, zijn we op internet gegaan en daar zagen we leuke stukken van jou. Ja. En ik dacht van initiatief nemen en alle mensen optrommelen en dan kijken wat we kunnen te bieden hebben voor deze mensen. Ja, precies. Nou, de heren hebben dus een hele lading blikken meegenomen. Misschien kan iemand er eventjes... Dit is er. Hij komt eventjes mee in beeld. Dit is één van de 3 dozen die zij zojuist hebben langsgebracht. Met een mooie bus hier naartoe. Dus ja, helemaal geweldig. En waarom denken jullie aan dit doel? Wat heeft jullie geraakt dat jullie zeiden van nou, hier moeten we wat mee doen? Kansarme gezinnen die tekort hebben aan voedsel. Aan iets wat voor ons... Wat wij dagelijks van voorzien. En als wij hen daarmee kunnen helpen. Iets kleins vanuit ons. Iets heel groots voor hun. En dan staan wij daar natuurlijk achter om dat te kunnen doen. Nou, dames en heren. Ik denk dat ik daar geen verdere woorden meer aan vuil hoef te maken. De boodschap is duidelijk. De donatie is ook meer dan duidelijk. En ik zou zeggen, goed voorbeeld doet goed volgen. Misschien uw bedrijf ook. Of uw buren, uw collega's, uw vrienden, uw familie. Kom naar ons toe, breng ook uw blikken naar ons toe, zodat wij 350 gezinnen kunnen helpen die op of onder de armoedegrens leven in Schiedam. Dank u wel, dank jullie wel namens de donatie, voor de donatie. En wij zien elkaar in het nieuwe jaar weer. Alvast een fijne jaarwisseling. Dank je wel.